Ik ben Kitty Brown en ik ben opticien. Mensen die komen vaak bij mij als ze klachten hebben over hun zicht. Om het optiekvak te kunnen begrijpen, moet je het oog begrijpen. Het is een fantastisch orgaan waarmee je normaal gesproken alles kunt zien. Mankeert er iets aan je oog, dan moet onderzocht worden dit te verbeteren. Het oog bestaat uit verschillende onderdelen met ieder een specifieke taak. Licht valt in het oog, passeert het hoornvlies en deze buigt de stralen af. Via de verschillende onderdelen van het oog vallen de belichtbundels op het netvlies en hier worden ze als elektrische signalen naar de hersenen vervoerd. Daar wordt het beeld waargenomen en wanneer de sterkte van het hoornvlies en de ooglens niet goed in verhouding staan, dan kan het een onscherp beeld opleveren. Om te bepalen of er een afwijking in het zicht is, wordt er voorgemeten. En dit gebeurt meestal met de autorefractometer. Het scherm van deze autorefractometer laat je oog sterk vergroot zien. En hier kunnen we alle informatie krijgen die we nodig hebben bij de officiële meting. En dan zijn we nu aangeland bij de nauwkeurige oogmeting. Voor het bepalen van refractieafwijking wordt meestal gebruik gemaakt van de veropte. Ronde brillenglazen zijn ingebouwd in ronde schijven die voor de ogen worden geplaatst en de patiënt moet aangeven of de letters van de letterkaart scherper of minder zichtbaar zijn. Aan het eind van de meting wordt de gemeten sterkte in een pasbril gezet. De meeste mensen zien op het moment dat ze voor de eerste keer door de pasbril kijken dat hun zicht zo verbeteren kan. Waar je op moet letten tijdens het uitzoeken van de montuur is de vorm van het gezicht en je levensstijl. Het op maat snijden en slijpen van brillenglazen kostte vroeger weer enorm veel tijd. Er bestaan ontzettend veel monturen, dus zoveel maten van brillenglazen. De slijpmachine die slijpt het glas zonder moeite op maat. En wanneer de glazen klaar zijn, worden ze in het montuur gemonteerd. Zo, de bril is klaar. Prima, niets meer aan doen. Je ziet het weer helemaal zitten.